onzichtbare andere. Is dat geen knette gek idee? Niemand die me ooit meer ziet, je hoort me wel, maar ziet me niet, gelooft u mij, dan valt hij mee. En daar komt nou mijn vader. Toen hij geboren werd, is lang geleden. Waar? Vroeg iedereen zich af, waar is André? Ze hoorden hem wel heulen en men zocht, waar is hij toch? En als ze niet verstopt hij nou, dan zoeken ze hem nog. Ik ben onzichtbare André. Is dat geen knetter gek idee? Niemand die me hoort, je ziet je hart er wel. Maar ziet me niet, gelooft u mij, dan valt u mee. Wat ben jij weer? Laat schiet hij in de bus, hij schrok zich dood. Een vrouw van 80 kilo op zijn schoot. Zij dacht die plaats is vrij en hield geen rekening met hem. Maar schrok zich haast te pletter toen hij zei met zachte stem. Ik ben onzichtbare André. Is dat geen knetter gek idee? Niemand die me hoort, en ziet je hoort er wel. Maar ziet me niet, geloof je mij, dan val je mee. Dan komt nou weer mijn vader. Met een meisje blijft het meestal niet lang aan. Hij ziet haar wel, maar zij ziet hem niet staan. Maar als hij haar wel leuk vindt en hij vraagt haar om een zoen, dan zegt ze, ik zou niet weten waar of ik dat op moest doen. Ik ben onzichtbare André. Is dat geen knetter gek idee? Niemand die me hoort, je ziet, je hoort me wel. Maar ziet me niet, gelooft u mij, dat valt niet mee. Hey ouwe, jij weer. Laatst vroeg aan hem een weekblad journalist hoe oud hij was, of hij dat zelf wel wist. Toen hij zei 85 viel die man haast door de ruit en riep, hoe is het mogelijk, daar zie je niet naar uit. Ik ben onzichtbare.